Johannes Schenk die woont sinds een aantal jaren bij ons, bij Philadelphia. Een aantal jaren geleden kon hij nog gewoon lopen, maar hij gaat steeds achteruit en zit nu ook in een rolstoel. Hij wil graag zelfstandig zijn. Als hij moet inleveren in de zorg, dan merk je wel dat hij dat liever niet doet. Vandaar dat we ook erg blij zijn met dit bed. Aha. Het is een flexobed. Je kunt het een beetje vergelijken als een soort van sta-opstoel. Het voordeel van dit bed is dat hij gewoon helemaal recht kan zitten vanuit een lichthouding. Waardoor het voor hem makkelijker is om te gaan staan. Voor hem geeft dat een stukje rust. En het idee dat hij nog zelf in en uit bed kan, dat vindt hij zeer prettig. We hebben in principe verschillende soorten knoppen, maar het is zo dat hij afgesteld is op wat voor hem het meest prettige licht- en zithouding is. Dus in wezen hoeven we alleen maar het knopje in en het knopje uit in te drukken. Ja, keurig Johannes. Goed hoor. Juist. De innovatie is eigenlijk het feit dat het allemaal zo makkelijk gaat. Hij voelt zich veiliger, waardoor het ook beter gaat. En we merken nu dat het voor onszelf ook veel prettiger werkt met het bed. Omdat de kans op vallen nu gewoon heel klein is, omdat hij dat gewoon helemaal zelfstandig kan doen. En je merkt ook heel vaak dat hij dan trots is dat het hem gelukt is.